Zaterdag 29 september is het weer Dress Red Day. En op Dress Red Day vragen we aandacht voor het vrouwenhart. Want het vrouwenhart blijkt dus heel anders te zijn dan het mannenhart. En hart- en vaatziekten dienen zich bij vrouwen dus ook heel anders aan dan bij mannen. Hartstikke belangrijk om daar eens even bij stil te staan. Dus dames, en ook vooral heren die dames in hun leven hebben, hou dus nooit even je pen en papier paraat, want ik ga jullie in de komende minuten heel veel belangrijke informatie geven. Precies met het vrouwenhart en wat is er nou eigenlijk aan de hand? Nou, wat blijkt, er gaan geloof ik dagelijks ongeveer 106 mensen dood aan hart- en vaatziekten. En in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, zijn dat vooral vrouwen. Veel meer vrouwen dan mannen. En het probleem is ook dat het vrouwenhart dus blijkbaar heel anders is dan het mannenhart. En dat die symptomen van hart- en vaatziekten zich dus ook op een hele andere manier uiten. Dus dat gevoel van, oh, ik krijg een pijn hier op mijn borst en het straalt uit naar mijn schouder, mijn arm en ik stort ter aarde. Dat zijn toch eigenlijk de typische mannenklachten. Kan bij vrouwen ook voorkomen, maar er zijn nog een heleboel andere klachten die vrouwen ook kunnen krijgen, die duiden op hart- en vaatziekten. Waar we eigenlijk niet genoeg weet van hebben, of die heel regelmatig verward worden met overgangsklachten. Want het lijkt allemaal heel erg op elkaar. Dat vind ik persoonlijk het lastige eraan. Ik ben natuurlijk ook in die overgangsleeftijd. Ik heb daar ook allerlei klachten en dingen zoals hartkloppingen of een angstig gevoel of zenuwachtig of kortademig, slecht slapen, pijn in je rug, druk. Dat zijn allemaal klachten die zouden kunnen duiden op overgangsklachten, maar ook op hart- en vaatziekten. Nou, hoe maak je nou dat onderscheid? Dus ik zit vol met vragen. Daarom ga ik vandaag naar het Erasmus MC ziekenhuis in Rotterdam. Want daar heb ik een afspraak met vasculair internist Janine Roeters van Lennep. En die kan mij hopelijk antwoorden geven op al die vragen. Nou, ik ben er. Het is hier een gigantisch complex. Even zoeken vanuit het parkeergarage waar ik naar godsnaam moet doen. En ik vermoed deze kant. Ah, daar zou je er hebben. Janine? Ja. Hallo. Janine. Hi, Janine van Lennep. Wat fijn dat je tijd hebt voor mij. Ja, vandaag. Hartstikke leuk natuurlijk. Ja, kom maar mee naar de poli. Is goed. Ja, Janine, ik heb begrepen dat er gemiddeld 106 mensen per dag overlijden aan hart- en vaatziekten. En dat zijn vooral vrouwen. Hebben vrouwen dan een zwakker hart dan mannen? Nee, absoluut niet. Er zijn wel grote verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van hart- en vaatziekten. En ook in hun bloedvaten. Ik heb hier een bloedvat, dat ja. Is zo doorgesneden. En hier aan het begin zie je een gezond bloedvat. En hier aan het einde is het bloedvat heel ziek. En dan zie je ook dat er aan de binnenkant zit er cholesterol en allemaal troep. En dan is het bloedvat ook vernauwd. En als het bloedvat zo vernauwd is, dan krijgen mensen echt die klachten die herkenbaar zijn. Zoals aan de linkerkant pijn op de borst en soms uitstraling naar de arm. Nou, ik denk dat iedereen dat wel herkent, van dat dat mogelijk een hartinfarct is. Maar wat het lastige is bij vrouwen, is dat ze ook een andere vorm kunnen krijgen. Waarbij het bloedvat dus niet vernauwd is, niet het grote bloedvat, maar dat de kleine haarvaatjes, dat daar een probleem mee is. En dat geeft wat andere klachten. Wat zijn dan precies die klachten bij vrouwen? Wat zijn de symptomen die aangeven dat er misschien een probleem is in het hart of in de vaten? Die klachten die worden, aan de ene kant heb je de typische klachten die ik daarnet noemde. Dus die pijn op de borst aan de linkerkant. Aan de andere kant heb je ook klachten, ja, die zijn wat vager, wat atypischer. En dat kan zijn dat mensen pijn in de kaken hebben of pijn in hun rug. Opeens verschrikkelijk moe of kortademig of pijn in de maag. Dat zijn klachten die je misschien niet in eerste instantie zou relateren aan het hart. Maar die zeker bij vrouwen ook kunnen duiden op hartproblemen of zelfs een hartinfarct. Nou is het zo dat die aspecifieke klachten die jij net opnoemde ook heel erg lijken op overgangsklachten. Dat wordt ook vaak met elkaar verward, hè? Hoe weet ik nou dat ik een probleem heb met mijn hart en mijn vaten en dat het niet gewoon een overgangsding is? Dat is ook heel erg lastig. En daarom worden ze ook atypisch of soms zelfs vaag genoemd. Omdat het minder makkelijk te onderscheiden is. En als je het niet zeker weet, dan is het beter om safe than sorry te zijn.
En om wel contact op te nemen met je huisarts of eventueel een cardioloog. Om dat na te laten kijken. En om uit te zoeken, wat is het nou? En uit te sluiten dat het van het hart is. Want er zijn toch ook wel vrouwen die eindeloos hebben rondgelopen en denken dat het overgangsklachten zijn. En achteraf gezien blijkt het toch het hart te zijn. En dat is natuurlijk hartstikke zonde. Nou zijn er ook specifieke risicogroepen. Kan je vertellen welke vrouwen dat dan zijn? Qua risicofactoren kan je het grofweg in twee delen verdelen. Aan de ene kant heb je de klassieke risicofactoren. Dat zijn risicofactoren die zowel mannen als vrouwen kunnen hebben. Zoals suikerziekte, roken natuurlijk, overgewicht, hoog cholesterol of hoge bloeddruk. En waarbij is het dan ook nog belangrijk om te weten dat roken, dat is voor iedereen slecht, maar voor vrouwen nog slechter dan voor mannen. Okay. En ook suikerziekte, dat is voor ook allebei een risicofactor, maar een vrouw die suikerziekte heeft, heeft eigenlijk dezelfde slechte prognose als een vrouw die al een hartinfarct heeft gehad. De suikerziekte is echt voor vrouwen een extra risicofactor. En daarnaast heb je ook vrouwspecifieke risicofactoren. En dan moet je denken aan een vroege overgang, dus zelfs voor het 40ste jaar. Dat gebeurt ongeveer bij 1 op de 100 vrouwen. Maar ook vrouwen die al heel lang geleden in hun zwangerschap problemen hebben gehad. Zoals suikerziekte in de zwangerschap, of hoge bloeddruk, of zwangerschapsvergiftiging zoals preeclampsie. En we weten dat die vrouwen, dat die een latere leeftijd weer een verhoogd risico hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten. Dus die vrouwen die moeten eigenlijk zichzelf extra in de gaten houden. Ja. En wat moet een vrouw die in die risicogroep zit dan eigenlijk doen? Nou, als vrouwen weten dat ze dat hebben gehad, dan is het heel belangrijk dat ze ook hun bloeddruk een keer laten meten bij de huisarts, maar ook hun cholesterol laten bepalen. En natuurlijk vooral gezond leven. Voor iedereen belangrijk, maar als je meerdere risicofactoren bij elkaar hebt, dus je hebt al een keer suikerziekte gehad in je zwangerschap en je rookt, ja, dan is het niet 3 plus 3 is 6, maar het is 3 keer 3. Dus het komt extra hard aan. Oké. Dus die moeten zich echt laten checken? Absoluut. Ik denk vooral, preventie is het belangrijkste. Ja. Dus niet wachten tot je die klachten krijgt. Maar het voor zijn. En we weten dat als je die risicofactoren goed behandelt en je zorgt ervoor dat die bloeddruk goed is, maar ook dat je leefstijl optimaal is, dat je daarmee heel veel hart- en vaatziekten kan voorkomen. En dat is natuurlijk het mooiste. Want die bloedvaten, als ze eenmaal zo zijn en als ze eenmaal beschadigd zijn, krijg je ze nooit meer goed. Ja, dus voorkomen is beter dan genezen. Absoluut. Hoe verhouden hormonen zich nou tot hart- en vaatziekten? Want zeggen van naarmate je ouder wordt is de kans dat je hart- en vaatziekte krijgt groter. Dan zou je denken, als je dan hormoonpreparaten gebruikt, ook vanwege die overgangsklachten, dan helpt dat misschien ook in positieve zin tegen die hart- en vaatziekte. Of zie ik dat verkeerd? Nou, er is in het verleden veel onderzoek gedaan naar hormoonpreparaten en hart- en vaatziekten. Alleen nu denken we dat onderzoek verkeerd is gedaan. Want toen waren er vrouwen die waren al meer dan 10 jaar in de menopauze. Die hebben ze hormoonpreparaten gegeven. En daarbij zagen ze dat de nadelen van hormoonpreparaten, zoals verhoogd risico op trombose, hoger waren dan de voordelen. Inmiddels is er alweer een nieuwe slag gemaakt in de wetenschap. En weten we dat als je die hormoonpreparaten nou vroeg geeft, dus in de overgang, voor de menopauze, dat dan de voordelen waarschijnlijk wel hoger zijn dan de nadelen. Dus als je hormoonpreparaten wil gebruiken, wacht dan niet tot je eindeloos lang al in die menopauze bent, want dan heeft het weinig zin. Maar vroeg is het mogelijk wel effectief. Ja. En voor de duidelijkheid, je bent ergens tussen je 45ste en je 55ste gemiddeld in die overgang. Ja. Met ergens in het midden dan die menopauze. Dus beter al voor die menopauze beginnen met die hormoonpreparaten in plaats van daarna, dan pak je het meeste voordeel. Dan pak je het meeste voordeel. En zeker als het echt lang, dus 60 plus en je bent al meer dan 10 jaar in die menopauze. Dat is ook echt goed uitgezocht. Ja, en dan is het algemene mening niet doen. Nee. Helder. Maar er is dus een relatie tussen hart- en vaatziekte en hormonen. En jij doet daar onderzoek naar, toch? Ja, ik doe onderzoek naar de invloed van de menstruele cyclus. Want we hebben natuurlijk gedurende die menstruele cyclus wisselen je hormonen ook constant. En wat we nu willen weten is of die wisseling van die hormonen gedurende die cyclus, of dat nou een relatie heeft met het krijgen van hartklachten.
En met hulp van de Hartstichting kan ik dat nu de cycle studie doen. En in die studie, eigenlijk een hele eenvoudige studie is, willen we kijken bij vrouwen die een normale cyclus hebben en die cyclusgebonden klachten. Van ja, is het nou zo dat die klachten inderdaad echt samenhangen met de cyclus? En vragen we ze of ze een digitaal dagboekje kunnen bijhouden. Ze kunnen zich aanmelden via een website. En op die manier willen we ook in de medische wereld echt op een wetenschappelijke manier aantonen van is die relatie er nou of is die er niet. En als vrouwen zich willen opgeven voor jullie studie, waar moeten ze dan zijn? Ze kunnen zich opgeven via www.womensheartstudy.nl. Top! Nou, ik vond het een ontzettend interessant gesprek met Janine. Ik heb er heel veel van opgestoken. Ik hoop jullie ook. Mocht je nou toch nog vragen hebben, check dan even www.hartstichting.nl. Daar kan je alle info nog eens nalezen. En vergeet natuurlijk niet, 29 september, Dress Red Day. Trek iets roods aan, want we willen natuurlijk meer aandacht vragen voor hart- en vaatziekten onder vrouwen. Want het is natuurlijk krankzinnig dat er iedere dag nog zoveel mensen, en dus met name vrouwen, aan hart- en vaatziekten komen te overlijden. Dat sterftecijfer moet terug. Dus deel deze video, deel je opgedane kennis en hopelijk kunnen we een verschil maken samen. En ik hoop ook dat je het een leuke video vond en dat je de volgende keer weer hebt. Ciao, ciao!